van de Dirikse. Wordt het Patrick Bobbelijn of een Patrick Kokkaertse? Einde wedstrijd voor onze volgwagen, die bemand wordt door Jurgen en Johan. En die dat professioneel en vakkundig wisten te doen. Wie wordt hier winnaar? En het wordt een spurtje van de snoepen. Een koninklijke spurt. Dat krijgen we niet te zien. Het wordt broederlijk en zusterlijk gedeeld. Patrick Kokkaert, winnaar en morele winnaar. Patrick Bobbelijn als tweede afgevlakt hier in de Damstraat. Prachtige winnaar trouwens, een veelwinnaar in alle categorieën die de Oost-Vlaming heeft doorlopen. De man van het Psy-team, Patrick Kokkaert, winnaar van deze D-categorie hier in Tesselbergen. Het wordt even klokken, want zij hebben inderdaad een aanzienlijke voorsprong uitgebouwd op deze kleine 50 kilometer. In principe verwachten we hier een viertal renners voor de verdere ereplaatsen. Maar straks ook onze F- en G-renners die zullen sporten in de Damstraat. Voor winst of dichte ereplaats. Alle ogen zijn nu gericht op de Dendermondse steenweg, want daar moeten onze renners te zien zijn. Alvorens ze de laatste rechte lijn, de zone van de waarheid, aansnijden om hier finish te maken. De Damstraat wordt voor hen nostalgisch en historisch. Onze twee coryfeeën van deze wedstrijd zijn ondertussen allicht al gedoucht, terwijl de overige renners nu gaan sporten. Blijf in de vrijhouding alsjeblieft. Een sportje tussen een viertal renners. Even kijken wie hier het pleit naar zijn hand zet. En dat wordt een Nijdenmannetje, inderdaad. Nummer 3, Mario Lammes. Voor het nummer 6, op plaats 4. En dat is niemand minder dan Arie de Moor. Ondertussen ook reeds winnaar. Een applausje voor onze local hero, Gino Primo. Proficiat Gino, met uw wedstrijd. Hij wordt, even rekenen, zevende in deze wedstrijd. Twee vooruit, vier achtervolgers. En dan Gino Primo. Zeven renners in de D-categorie zijn ondertussen de finish gepasseerd. En wat een voorsprong, wat een demonstratie van dit prachtige duo. Patrick Kokkaert en Patrick Bobbelijn. Die het bruggelijk over de streep kwamen, maar uiteindelijk winst betekende voor Patrick Kokkaert. Nog een neidig spurtje tussen Tony Rogier, Reniers, excuseer, en het nummer 17. Het nummer 17 van Gunter van den Abele, gewonnen door laatstgenoemde. Ook het nummer 30 bond over zijn streep, het nummer 30 van Dennis Wouters. Dat zijn allemaal die renners. Even kijken wie hier als spurtje Björn Rens. Nee, het is inderdaad Brecht Verstraeten, dacht ik. 104. Dat is inderdaad Brecht Verstraeten. Winst. 38. Dat is David Dumort hier bij de G-categorie. Vaart volledig vrijhouden. En nog een spurtje, ondervonden door onze man, de Turkse Roetse. Afsluiten doen we met nummer 5, rood. En dat is niemand minder dan Stijn Dupo. Wat een race en wat een verhakkend peloton. Niet alleen de natuurblazer, maar ook onze twee leiders. Die hebben lelijk huisgehouden in het peloton.
En de schade is aanzienlijk bij de overige renners. Maar goed, dat gebeurt en dat zie je ook deze wedstrijd hier van het Vierluik in de Damstraat in Tesselbergen. Brecht Verstraten, Patrick Kokuit en onze derde man in de hier kapot. Thank you.